Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Gemakkelijke manier om je average order value te verhogen. Deze video ga ik je uitleggen hoe je meer geld kan halen uit je huidige bezoekers en hoe je dus ook meer geld kan gaan verdienen. Weer wat money making tips van mijzelf. Voordat we beginnen, abonneer, like en comment, zodat ik veel meer van dit soort toffe, waardevolle video's voor je kan blijven maken. Oké. Welke upsells gebruiken we? Ik gebruik zelfs twee apps daarvoor, Zipify One Click Upsell en Vitals Bundles. Het gaat mij niet per se om welke apps je hierbij gebruikt, maar meer de strategie die wij hier bij Ecom Elite hanteren. Daarin hebben we dus ook bundelvarianten en andere variants en een bundle app. En daarmee kan je ook spelen met de pricing. Laten we er gelijk induiken. De One Click Upsell uitleg van mij. Twee upsells gebruik ik hierbij en één downsell. Voordat ik het je verder ga uitleggen. Wat is een upsell van goed naar beter? Nou, je hebt dus een product wat je nu momenteel verkoopt. En je wilt dus dat iemand dat product 2 of 3 of 4 keer gaat kopen. Het is niet bij alle producten logisch, maar vaak wel bij producten logisch. Er is niet voor niets de reden dat iemand jouw product heeft gekocht of heeft willen kopen of gaat kopen. Daarom is het heel logisch dat je hetzelfde product gaat upsellen ten opzichte van een ander product. Waarvan de klant nog niet eens weet of je daar potentieel interesse in heeft. Want hij heeft dus al geklikt op jouw videoadvertentie en daarom heeft hij interesse in dat product. En wil je ook datzelfde product gaan upsellen. Liefst in een purchase. Wat is een downsell? Dat is dus een allerlaatste kans om product te kopen voor een lagere prijs. Voor allebei kan je dus producten voor een lagere prijs verkopen, maar heb je hierdoor wel meer marge omdat je per klant meer verdient. Welke strategie gebruik je hierbij? De upsell 1 geef je 25% korting op hetzelfde product dat ze net hebben gekocht. Wat je hierbij wil doen is het dupliceren van je originele product met een hogere prijs voordat je deze 25% korting geeft. Om het te laten lijken alsof ze bovenop bijvoorbeeld die 30 of 50% korting die je al geeft nog een extra korting geeft. En daar gewoon genoeg marge aan overhoudt als je niet verliesgevend gaat verkopen. Nou, wat doen we bij de upsell 2? Daarin geef je dus 35% korting weer op hetzelfde product dat ze net hebben gekocht. En daarin dupliceer je originele product weer met een hogere prijs, zodat je deze 35% korting kan gaan geven. En de downsell nummer 1 is 50% korting op hetzelfde product dat ze net hebben gekocht. Daarin dupliceer je ook weer het originele product met een hogere prijs. Nou, wat is dus de flow? Iemand koopt dus jouw product en daarin krijgt hij de eerste upsell. Koopt hij deze upsell 1, gaat hij door naar upsell 2. Koopt hij deze weer, that's it. Daar blijven we bij. Anders ga je te veel pushen op klanten. En stel je voor, hij komt op upsell 1 en hij wilt hem niet. Dan krijgt hij nog downsell 1 als allerlaatste kans te zien voor die 50% korting. Koopt hij die, dan is het dat ook het. En koopt hij hem niet, dan is dat het ook. Oké, in andere woorden, de upsell 1 is dus de prijs keer 1,15, is een 15% verhoging. De upsell 2 is prijs keer 1,20, 20% verhoging. En de downsell 1 is prijs keer 1,35 en een 35% verhoging. Wat je dan in OCU doet, is de volgende kortingen toevoegen. Upsell 1, waarbij je 25% korting geeft. Upsell 2, waarin je 35% korting geeft. En downsell 1, waarin je 50% korting geeft. Dus je ziet, je doet eerst de prijs 15% omhoog en dan geef je 25% korting. Bij de tweede doe je de prijs eerst 20% omhoog, geef je daarna 35% korting. En bij de derde doe je de prijs 35% omhoog, geef je daarna 15% korting. Eigenlijk zoals je ziet, geef je hier dus 10% korting eigenlijk. Een soort van, het gaat net wat anders, maar je gaat eerst 15% omhoog, dan 25% eraf. Dus 10 ongeveer als je het zo zou bekijken. En bij de tweede doe je dus 20% eerst erbovenop en daarna 35%. Daarna is het 15% korting. En bij de laatste doe je de prijs keer 1,35 en 50% korting, waarin je eigenlijk ook maar 15% korting weggeeft. Echt een hele simpele manier om dit toe te passen voor je product. Wat zijn de eerste stappen om dit te gaan toepassen in One Click Upsell? Is drie duplicaties maken van je product. Voor twee upsells en voor één downsell. Maak één tag aan voor het originele product, bijvoorbeeld product upsell. En voeg dat dan toe aan het originele product, niet de duplicates. Wat je als derde stap wil doen, je gaat naar de upsell tags en je voegt die tag toe. Je zal het zien en voegt het product aan de onderkant toe. Klik op product toevoegen als stap 4 en voeg jouw upsell duplicate toe. Doe hetzelfde voor upsell 2 en dan voor de downsell. Zorg ervoor dat je hierbij wel de downsell selecteert. Nou, dit was eigenlijk mijn volledige one-click upsell strategie. Ik ga nog een nieuwe video maken waarin ik een volledig voorbeeld geef van deze one-click upsell app en hoe je dit voor jezelf kan toepassen. Dan hoop ik dat je daar super veel waarde uit hebt gehaald en dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.